Giovanni, je kwam op een gegeven moment binnen bij ADO Den Haag. Ik kwam dat we uitwedstrijd herinneren bij Excelsior. Reuze positief allemaal. De laatste weken gaat het wat minder. Wat doet dat met je? Ja, natuurlijk jammer dat we wat minder draaien. En de resultaten in het begin waren vrij goed. Tegen Excelsior wonnen we en daarna twee gelijk spelen, kan ik me herinneren. Ja, nu gaat het wat minder inderdaad. Maar ja, dat hoort erbij bij voetbal. En ja, het is jammer dat we nu als team wat minder winnen en minder punten pakken. Maar ja, ik ben wel van overtuigd dat we het kunnen omdraaien. Als je kijkt naar je eigen prestatie, op een schaal van 1 tot 10, hoe waardeer je dat dan? Ja, ik denk dat het altijd beter kan. Ik denk dat het moeilijk is om er echt een cijfer aan te geven. Maar ik denk dat ik gewoon de wedstrijden, ik heb nu denk ik 10 wedstrijden ongeveer gespeeld voor ADO. En ik denk dat ik daar, ja, dat ik daar wel een goede wedstrijd tussen heb zitten. En ik denk dat het altijd beter kan. En ja, dat is net zoals ik zei, ook als team moet het altijd beter. En ja, ik hoop ook dat ik mezelf ontwikkel en dat we als team ook ontwikkelen. En vooral dat we weer punten gaan pakken. Afgelopen zondag bij FC Utrecht gespeeld, jou niet onbekend natuurlijk. Met wat voor gevoel ga je dan naar zo'n wedstrijd toe? Ja, het is wel een bijzonder gevoel, want jij hebt natuurlijk 10 jaar gespeeld en ja, je bent natuurlijk officieel ben je ook nog onderdeel natuurlijk van die club, want je staat er nog onder contract. En ja, dat is wel bijzonder en ja, het, aan de ene kant is het ook weer mooi om daar natuurlijk terug te zijn en tegen te spelen. Alleen dat ik natuurlijk wel gewoon willen winnen met ADO en 3 punten willen pakken. En, ja, dat is helaas niet gelukt. En, we hebben helaas verloren en ja, in deze periode is het even lastig en dan hopen we dat we dat snel kunnen omzetten. De laatste weken weinig punten gepakt, ADO. Voel je dan ook binnen die spelersgroep dat de druk toeneemt? Nou ja, we weten natuurlijk wel dat het nu een keer moet gaan draaien, want als het zo doorgaat dan gaat het natuurlijk niet de goede kant op. Maar ja, ik denk dat het niet goed is als we richting elkaar negatief gaan zijn en dat we onder druk gaan spelen, want ik denk niet dat het dan beter gaat. Dus ik denk dat het verstandig is als we gewoon de rust bewaren en gewoon gaan knokken voor elke wedstrijd en hopen dat we dan voetballend ook weer wat meer aan bod komen. De trainer maakt het opstelling nog niet helemaal bekend. Hij liet wel doorschemeren 3-4 wijzigingen. Ga je ervan uit dat je inderdaad gewoon gaat beginnen zondag? Ja. Dat weet je 100% zeker? Nou ja, 100% zeker weet je het nooit. Maar het lijkt me wel, ja. Even terug naar de ontwikkeling van jou als voetballer. Met name dan tegen NAC en tegen Feyenoord liep het verkeerd voor je af. Tegen NAC werd het nog gecorrigeerd door je keeper, te korte terugspelbal. Zijn dat leermomenten waarvan je zegt van ja, dat zijn toch de momenten waarop ik meer gefocust moet zijn, meer geconcentreerd moet zijn? Nou, ik denk dat het met concentratie te maken heeft. Ik was tegen Feyenoord, heb ik inderdaad een fout gemaakt. En ja, ik denk dat het in de voetballerij vaak gebeurt dat je fouten maakt als speler of als keeper en ja, tegen Feyenoord heb ik een fout gemaakt en ja, daar ben ik me van bewust en ja, ik heb geprobeerd dat weer om te zetten tegen Utrecht er weer gewoon weer te staan en mijn best te doen en te laten zien dat ik ervan heb geleerd en ja, zulke momenten gebeuren helaas, is vervelend, alleen als je erin blijft hangen heeft het geen zin, dus je moet het gewoon de knop omzetten en verder gaan en ik denk dat ik dat heb gedaan tegen Utrecht. Kijk, zondag een aardige tegenstander, hè? Idrissi. Ja, dat is een goede voetballer en zo denk ik dat AZ meer goede voetballers heeft. Ze staan nu 3 punten boven ons, denk ik. Maar ja, het is wel gewoon een goede ploeg. En ze hebben ook misschien een beetje pech gehad de afgelopen wedstrijden. Maar ja, het is wel natuurlijk een lastige tegenstander. En ja, de spelers die ze hebben zijn gewoon goed. Tot slot, wat verwacht je zelf komende zondag van het team? Ja, ik verwacht gewoon dat we weer heel veel strijd gaan leveren. En dat, misschien dat je dat een beetje mist in de afgelopen wedstrijden. Dat niet zo leek en ik hoop dat we dat gewoon terug kunnen brengen en kunnen vechten voor elke meter en kunnen laten zien dat we er alles voor doen, want dat is wel zo en ik denk als het daarmee begint dat het dan wel een keer je kant op gaat vallen en ik hoop dat we dat kunnen leveren zondag.